Het is dinsdag 23 juni. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Rotterdamse marktkooplui vragen steun publiek. Slachtoffer schietpartij wil naam uit boek. En markant Dudokgebouw krijgt tweede leven. En hier alvast kort Ed Aldus met het weer. Woensdag zal de zon af en toe tevoorschijn komen. Blijft het eindelijk eens een keer droog in onze regio. Temperatuur komt hoger uit. Het wordt ongeveer 20 graden. Eind van de middag en avond, dan wordt het zelfs zonnig in onze regio. De wind waait matig en komt erbij uit het westen. Rotterdamse marktkooplui op de Binnenrotte roepen de hulp in van het publiek in hun strijd tegen de nieuwe indeling van de markt. De kooplieden zijn boos en ontevreden over de lege plekken die er zijn ontstaan en over het kleinere formaat van de standplaatsen. Een handtekeningenactie is gestart. Zo kennen we het marktterrein aan de Binnenrotte al jaren. Een groot oppervlakte van grijze stenen. Maar dat gaat dus veranderen, want een groot deel van dit plein wordt groen. De marktkooplui zijn het hier niet mee eens en zijn een petitie gestart. Ik vind het afschuwelijk. Ja, het is ook afschuwelijk. Ik vind groen wel mooi, maar niet hier. Dit is een markt die al van voor de oorlog bestaat. Waar moet dit tegen? Alsjeblieft, meneer. Wethouder Struivenberg denkt hier anders over. Een aantal dagen per week is er markt. Maar een aantal dagen per week is er ook geen markt en we willen graag dat het op die dagen ook een plezieriger plein is om te vertoeven. Zaterdag hoorde ik iemand die zei, als je het gras wil zitten, ga je maar naar het Kralingse Bos. Ja. Dan ga je niet naar de markt. Duidelijk is dus dat deze man, die de markt twee keer per week opzet, de toekomst minder groen inziet. Wij hebben de grote angst eigenlijk dat heel langzaam de aantrekkingskracht van de markt gaat afnemen, waardoor er een gemiddelde wijkmarkt overblijft. Wethouder Struivenberg wil best praten met de marktkooplui, maar dan wel met een aantal vertegenwoordigers. Ik heb tegen de mensen van de markt op de Binnenrotte gezegd, misschien is het dan een goed idee als u zich verenigt in een soort stichting van marktkooplieden van de Binnenrotte. Want dan weet ik ook met wie ik zaken doe. Maar gelukkig zijn er nog mensen die de zaken in perspectief plaatsen. We hebben nog steeds marktrechten uit 1340, geloof ik. En die kunnen ze hier nooit afnemen. En iedere dag kom ik s'avonds met meer geld terug als dat ik 's morgens ben vertrokken. Kilo, kom maar binnen hoor. De hele zaak is te koop. En of de actie van de marktkooplui veel zin heeft, is nog maar de vraag. Want de werkzaamheden voor de herinrichting van de Binnenrotte beginnen morgen. Naast de politie gaan in onze regio ook ambulancemedewerkers actie voeren tijdens zomerevenementen zoals de doorkomst van de Tour de France en het zomercarnaval. Volgens de vakbond Abfacabo FNV zullen tijdens de evenementen geen extra ambulances beschikbaar zijn. Die zijn er normaal wel uit voorzorg. Spoedvervoer wordt wel gewoon uitgevoerd. Gisteravond mislukt het overleg over een nieuwe cao voor ambulancemedewerkers. En straks in Rijnmond Nieuws een tweede leven voor het voormalige hoofdkantoor van de Hollandse BankUnie aan de Coolsingel in Rotterdam. De kluizen zitten nog in het gebouw, die worden nog geëxporteerd. Dus particulieren kunnen hier weer een kluisje huren zoals vroeger. Straks veel meer van dat mooie gebouw. Een slachtoffer van een schietpartij in een Rotterdams café verzet zich tegen een boek waarin het drama aan de orde komt. In een kort geding eiste zij vandaag rectificatie en een schadevergoeding. De schietpartij in café In en Out aan de Schiedamse Singel vond in 2005 plaats. Drie mensen kwamen om het leven. Zeven anderen overleefden de moordaanslag. Een van hen, de bardame, raakte zwaar gewond en liep een dwarslesie op. Zij is nu boos dat haar volledige naam wordt gebruikt in het vorig jaar verschenen boek Rotterdamse Penose. Op de redactie is rechtbankverslaggever Paul Verspeek. Paul, wat zijn precies de bezwaren? Deze vrouw zegt, ik word hier plotseling mee geconfronteerd en dat leidt tot een herbeleving van dat trauma, van het afschuwelijke gebeuren destijds in en out. Ik heb er ook nachtmerries van en ze sluit zelfs niet uit dat bij sollicitaties, haar sollicitaties zijn geweigerd vanwege haar naam voorkomend in dit boek. En heeft de klacht van deze dame kans van slagen? Nou, allereerst moet je vraagtekens zetten bij het karakter van deze zaak. Een kort geding, spoedeisend karakter. Ja, we hebben het over een boek van maart 2014. Dus kun je dat nog spoedeisend noemen? Waarom dan niet eerder een kort geding? Verder, de schrijver Gerard Mulder die wijst erop dat deze vrouw eerder interviews heeft gegeven. Bijvoorbeeld aan tijdschrift Nieuwe Revue, meegewerkt aan een boek. Daarin wordt ze ook met voor- en achternaam genoemd. Daar heeft ze zelf aan meegewerkt. Wat zou mijn boek, waarin die naam dan weer voorkomt, dan nog voor schade kunnen toebrengen als ze er zelf al mee in heeft gestemd bij eerdere publicaties? Maar goed, dat is nu aan de rechter. Hè. Die gaat zeg maar afwegen vrijheid van meningsuiting of privacy schending, wat weegt zwaarder.
En die doet over 2 weken uitspraak. Dankjewel, Paul Verspeek. Rotterdam krijgt een speciaal brandweerteam voor branden op veerboten en cruiseschepen. Het team staat permanent paraat en bestaat uit mensen van de veiligheidsregio, het havenbedrijf en de kustwacht. Ze kunnen met helikopters aan boord worden gebracht van een schip waar brand is. En als het vuur dan snel uit is, kunnen passagiers gewoon aan boord blijven. Het speciale brandweerteam is opgericht omdat er steeds meer cruiseschepen naar Rotterdam komen. Bewoners van de Schieveenstraat in Rotterdam-Noord klagen over rattenoverlast. Al langere tijd lopen de vieze beesten regelmatig door de straat en in de kruipkelders. Maar de laatste weken loopt het de spuigaten uit, zo zeggen bewoners. Rattenvallen en gif halen vooralsnog niks uit. Ze zijn zo brutaal dat ze nu overdag ook rondlopen over vensterbanken en stoepjes. Dus het wordt te gek, we moeten er echt wat aan doen nu. Met de camera erbij laten de nachtbeesten zich natuurlijk niet zien. Maar vooral in de geveltuintjes zijn meerdere rattengangen te zien. En dan is het lastig water geven. Het loopt zo door de gaten. Ik heb geen ratten gezien, maar wel borden, gaatjes door de bloemen heen. Ik denk door de kruipkelder zijn ze. Ja. Komen ze daaruit. Ja. En heel de straat heeft er last van? Heel de straat heeft last van. De Schieveenstraat ligt vlakbij de berg Singel. Een van de bewoners denkt te weten waar de ratten vandaan komen. Door het voederen van de eenden en duiven en van alles, grote brokken brood die ze niet hapklaar kunnen krijgen. Dus dat blijft heel lang liggen en de ratten varen er wel bij. Bent u bang voor ratten? Ja, tuurlijk. Tuurlijk wel. Het is eng. Ja. En vies. De woningcorporatie Vestia is geïnformeerd. En ook de gemeente komt nu in actie, zo hopen de buurtbewoners. Want de rattenvanger is inmiddels langs geweest. De politie heeft vanochtend in Capelle aan de IJssel 3 mensen opgepakt die met hun auto het water waren ingereden en vervolgens hulpverleners de huid vol scholden. De auto reed het water in bij de burgemeester van Berensteinlaan na een inhaalmanoeuvre. 1 inzittende zwom naar de kant, de andere beweerde watervrees te hebben. En vanaf het dak scholden ze vervolgens de hulpverleners uit. De 3 zijn aangehouden, ze moeten zelf de kosten van de redding betalen en er is aangifte gedaan wegens bedreiging. Het voormalige bankgebouw van de Hollandse BankUnie aan de Coolsingel in Rotterdam is in oude glorie hersteld. Het historische HBU-gebouw is geen bankgebouw meer, wel een kantoor voor kleine ondernemers. Daar kunnen ze per maand, maar ook per dag, een werkplek huren, voorzien van alle luxe. Dit is het HBU-gebouw aan de Coolsingel. Het is een rijksmonument en nu getransformeerd van bank tot kantoorgebouw voor kleine ondernemers. Ik denk dat heel veel Rotterdammers hier dagelijks voorbij fietsen en zich altijd afvragen wat hier gebeurde. En nu zijn we een openbaar gebouw, toegankelijk voor allemaal ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die hier kantoor kunnen houden. Dit gebouw is een van de weinigen in hartje Rotterdam dat het bombardement heeft overleefd. Het is een gebouw van architect Dudok. Wat inderdaad samen met de stadhuis en het postkantoor de bombardement heeft overleefd. En dat maakt het zo uniek. Wat wij ook hebben gedaan is proberen het historie terug te brengen in het gebouw. En het originele details terug te laten komen zoals het ooit voor de oorlog was. De bankiers zijn vertrokken, maar het gebouw ademt nog altijd het bankaire verleden. De kluizen zitten nog in het gebouw. Die worden nog geëxporteerd. Dus particulieren kunnen hier weer een kluisje huren zoals vroeger. En we hebben ook allemaal verschillende accenten van de Hollandse BankUnie terug laten komen in het gebouw. Nieuwe tijden verlangen ook nieuwe werkplekken. De ondernemer van nu wil het liefst een klein kantoor en diensten zoals horeca en receptie met andere delen. En hier komt de ondernemer die van comfort houdt wel aan ze trekken. Het is een hotelconcept. Ik denk als je hier binnen staat, je staat in de lobby van een hotel. Maar het is een hotel van een heel mooi 5-sterren kantoor. En boven huren ze dan, in plaats van hun hotelkamer, hebben ze gewoon hun kantoorkamer. Zo moet je dat zien. En de begaande grond wordt gebruikt als ontmoetingsplek voor de ondernemers. Ja. En dat is tot en met de stomerijservice aan toe. À la een hotel, wij bieden die services aan. En je kan je pak achterlaten en dan ligt die eind van de middag weer gestoomd, klaar om mee naar huis te nemen. Ja. Altijd goed voor de dag. Absoluut. Oh.
Dan gaan we sporten. Op de redactie staat Clay Ruperti. Clay, we gaan het weer eens hebben over het nieuwe stadion van Feyenoord. Vorige maand hebben de aandeelhouders aan de commissarissen gevraagd om toch nog eens te kijken naar die plannen van Red de Kuip. En gaat het ook gebeuren? Nee, is het simpele antwoord daarop. De commissarissen hebben gisteren gesproken en besloten om niet naar die plannen van Red de Kuip te gaan kijken. Tot grote ongenoegen dus van die aandeelhouders die daarop hadden aangedrongen. Die vergeleken het met een sollicitatieprocedure. In eerste aanleg was het natuurlijk een spannende strijd tussen BAM en Red de Kuip. Toen werd gekozen voor het plan van BAM met Red de Kuip dus als goede tweede. En als je dat in een sollicitatieprocedure hebt, dan kies je als nummer 1 het niet wordt nummer 2. Maar in dit geval wordt er dus een hele nieuwe procedure gestart. De vereniging van aandeelhouders gaat daarover spreken in een vergadering na de zomer. En dan zal duidelijk worden wat nou de gevolgen zijn. Veel meer hierover op onze website Rijnmond.nl. En wordt vervolgd dus. Dan nieuws over motorcoureur Michael van der Mark. Hij was dicht bij zijn debuut in de MotoGP, maar... Gaat die niet rijden in Assen? Hij zou daar kunnen gaan rijden als vervanger van een Tsjechische MotoGP-rijder. Die is geblesseerd en dus longt het debuut voor Van der Mark. Eigenlijk was alles in kannen en kruiken. Van der Mark had er zin in. Zijn team vond het prima. Maar er werd uiteindelijk geen overeenstemming bereikt met het team van de geblesseerde Tsjech. En dus gaat het niet door. Ja, jammer. Dat had natuurlijk fantastisch geweest. En, ja, het is helaas niet anders. Ja, het is een kans, een mooie kans. En helemaal om het in Assen te doen was natuurlijk geweldig. En ja, ik heb op een moment getwijfeld. Iedereen stond er eigenlijk achter. En goed, ik wil ook niet meer tegen de schenen schoppen. En het was een mooi idee, het was een mooi plan. En ja, het is hun keuze. En volgende keer dan maar. Geen Titi van Assen dus voor Michael van der Mark. Althans, niet op het circuit. Eén voordeel kan hij nu lekker doorhalen tijdens de Nacht van Assen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen. Dankjewel, Clay van Rijnmond Nieuws. Meer nieuws is te vinden op onze website, rijnmond.nl. Nog een heel mooie dag verder. Dag.